Het is vandaag 29 april, de dag van de dans. Dansschool Dansen bij Versteeg vertelt over wat zij doen en wat dans voor hen betekent. We bestaan sinds 1982 en is oorspronkelijk begonnen als een dans voor stijldansen en wat kinderdansen. Inmiddels hebben we het uitgebouwd tot een dansschool die van breakdance tot ballroom biedt en dan ook vanaf anderhalf tot zolang als je kan lopen, kan je hier terecht. Binnen mogen we helemaal niks, maar we geven veel lessen online en we staan eigenlijk over de hele stad verspreid met groepen die buiten mogen dansen. Voor mij is dansen vrijheid en genieten en alle dagelijkse beslommeringen kwijtraken. Ja, ik ben heel breed opgeleid en ook heb een hele diverse interesse, zeg maar. Dus dat kan van heel mellow slow zijn tot lekker up-tempo jive. Jij geeft les aan kinderen. Is dat echt een vak apart? Ja, zeker. Kinderen is wel echt. Je moet best wel veel geduld hebben. Maar je krijgt ook heel veel terug. Kinderen zijn heel eerlijk. Dus als iets niet goed gaat of als ze iets niet leuk vinden, dan zeggen ze dat ook gelijk. Maar dat is ook juist wel echt het leuke eraan. Ze zijn gewoon heel eerlijk en heel fantasievol. Dus je kan ook echt helemaal met ze daarin mee. We geven geen stijldansen bij de kinderen, maar ze kunnen al vanaf anderhalf jaar bij ons terecht voor dreumesdans. En dat doen ze dan samen met hun ouders en daarna kunnen ze doorgroeien. En vanaf ongeveer 6 jaar kunnen ze echt een bepaalde stijl gaan kiezen, zoals we dat ook bij de volwassenen aanbieden. Dus dan kunnen ze kiezen voor ballet of voor streetdance of moderne dans. Ook waren wij benieuwd naar de betekenis van dans bij dansgezelschap Introdans. Hiervoor spraken wij Jamie. Jamie danst al sinds 2007 bij Introdans. Dans wordt vaak misschien nog een beetje ondergewaardeerd of gedacht dat het een beetje leuk huppelen is. Maar het is zo'n sportief vak en er komt zoveel bij kijken en zoveel kennis en lange jaren van studeren. Dat ik het heel mooi vind dat deze dag er is om zo dans te laten zien als een volle glorie. Nou, bij Introdans dansen wij voornamelijk een combinatie van klassiek ballet en moderne dans. En daartussen eigenlijk zitten wij bijna altijd in. Maar we maken ook wel eens uitzonderingen. Wij zijn nu bijvoorbeeld met een hip-hop stuk bezig. Voor ons een eerste keer. Wat ook veel vraagt van de dansers, maar heel leuk is om zo divers bezig te zijn. Dans voor mij betekent heel veel. Het betekent inderdaad mensen blij maken, inspireren, ontroeren ook. Maar het is ook een kunstvorm. Het is bijna magie ook wat je lichaam aanleert en moet trainen en bijhouden om allemaal te kunnen. En die uitdaging is ook een echte topsportkant van dit vak. En die combinatie van het rustige, de emoties en het zweten vind ik prachtig. Nou, Introdans bestaat uit een heel divers dansersensemble eigenlijk. We komen uit heel veel verschillende landen. Ik zelf ben Nederlands, maar ik dans ook met een Canadees, een Bulgaarse, een Russische, een Spaanse, Frans, noem het maar op. En dat komt omdat Introdans heel erg gewild is in alle landen om hier te mogen dansen. En er is niet vaak een contract beschikbaar. Dus als er een contract is en een auditie gehouden wordt, komen daar wel honderden meldingen op af.